Joden in Suriname hebben dit jaar een levendige viering gehad van Pesach, het paasfeest dat de bevrijding uit Egypte viert en daarmee de geboorte van het Joodse volk. Lili Duim, vicevoorzitter dagelijks onderhoud van de Neve Shalom Synagoge aan de Keizerstraat, zegt in een gesprek met onze redactie dat ondanks de Joodse gemeenschap in Suriname een kleine groep is, de viering elk jaar weer opgewekt is. Pesach is de herdenking van de uittocht uit Egypte. In Egypte waren de Joden slaven. En door hogere hand zijn ze verlost uit slavernij. En iedereen kent wel het verhaal van Mozes, dus daar zal ik niet op ingaan. Maar tot de dag van vandaag wordt dat feest herdacht. We eten dan 8 dagen lang dat brood wat ze toen aten. Dat is matzah, wat heel snel gebakken moest worden voor onderweg. Want ze hadden geen tijd om die meel te laten rijzen. Dus, want uiteindelijk na 10 verschillende plagen die God deed komen over Egypte, heeft de farao besloten de Joden te laten gaan, welke enorme aantallen waren. Bij de viering dit jaar waren er iets meer dan 50 personen. Ook mensen van buiten het geloof, waaronder christenen, zijn de afgelopen dagen het feest komen meevieren. Woensdag 5 april waren we hier met een man of 50. Ook mensen van buiten, dus christelijke mensen die met ons meekomen vieren het Pesachfeest. En het feest duurt 8 dagen. En 8 dagen lang eten we dan dat brood, die matzah. En geen spijzen, geen meelspijzen, geen spijzen die met gist erin. Dus geen bami, geen chow mein, geen brood, maar dit eten we en ons eigen gekookt eten thuis. Het Joodse feest, Pesach, duurt 7 of 8 dagen en begint op de avond van de 14e dag van de maand Nisan. Nisan is de eerste maand van het Joodse jaar. Elk jaar begint de maand Nisan met een nieuwe maand. Pesach begint 14 dagen later, dus ongeveer op de dag van de volle maan. Dit jaar duurt Pesach, het Joodse paasfeest, tot 13 april.